van mijn make-up is jouw make-up. Onze make-up is letterlijk gemengd, gemengd, zeg maar. Ja. Je had ook terug, je had het toch ook overgemaakt of zo? Ja. Sahar, net zoals een beetje in de bias dat je... Ja, hoezo moeten we dat laten zien? Dan zijn ze ja, dat het duidelijk is. We echt laten. Ja, maar dan is dat duidelijk. Dan weten we dat Dubai ruzie maken om 43. Het is overgemaakt. Voordat zij die ruzie heeft... Kijk, om duidelijk te zijn, het is overgemaakt voordat zij begon over die slippers. Mooi. Toen had ik het overgemaakt naar haar. Toen pas zei ze tegen mij van... Als ze toen op Snap gezegd van luister broer, beter als we gewoon elkaar spullen splitsen, was ik sowieso van plan. Toen ik dat al zag, dacht ik van wow, wat ik ben een persoon als ik een situatie zie, ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Ze zei beter als we elkaar spullen splitsen en dit dat. Ik dacht ja, ik zei tegen jullie, ik heb het geld overgemaakt, geen zorgen, kijk je app. En jij hebt gelijk, geen probleem, dan gaan we dat gewoon vanavond lekker doen. Ik zei tegen haar maar één ding, wil je dat alsjeblieft nooit meer doen als iemand erbij is? Je kan me één op één aanspreken, maar doe dat nooit als iemand erbij is. Want een Barco was er gewoon bij. Hoort ook hij zegt niet. Maar ja, broer, is goed. Hij begreep, hij zou toch niet begrijpen waar het om gaat. Jij, je hebt gelijk, dit is tussen ons, bladibladibladibla. Niet eens een uur daarna. Niet eens een uur daarna. Toen kwam een Barco met die live, waar iets werd gezegd wat niet kon. Toen zei hij van, je moet echt opletten wat er wordt gezegd in die live. Toen, ja, Atje was die persoon die dat zei. Dus eigenlijk een soort van, Barco is een soort van tegen mij nu. En Atje is ook nu een soort van tegen mij, omdat het gaat om mijn live. En zij denkt van, laat me mijn kaspakjes daar nu allemaal tegen haar, zodat ik haar gewoon eruit kan gooien. Dat is hoe het bij mij overkomt. Want jij reageert letterlijk eerst op het feit van, je bent echt een egoïst, je gaat live, kijk wat je allemaal doet, kijk wat je allemaal dit. We zijn hier echt klaar mee, dit, dat, dit, dat, dit, dat. En daar begon ze pas van, en doe mijn slippers uit, want ik zei al tegen jou, laat ik mijn spullen niet meer aan. Gewoon voor die gasten. Ja, dat is wat ik bedoel. Eens door. Is wel, ik had niet eens door dat ik die slippers nog aan had. Streek, ja. Ik had niet eens door dat ik het aan had. En toen ik die gesprek had met Atje. Kijk, toen ik die gesprek had met Atje en met iedereen erbij die dag toen ik opgenomen werd. Werd er letterlijk tegen mij gezegd. Dat ik in die 2 seconden moest gaan merken of ik haar slippers nog aan had of niet. Terwijl ik ze al aan had. En dat zie je ook duidelijk in mijn lijf. Je ziet duidelijk, ik had die slippers al aan. Hij zegt tegen mij, ja, als iemand dat tegen jou zegt. Moet je letterlijk jezelf je onderbroek gaan checken of, die persoon, of dat wel van die persoon is of niet. Wat? Maar had ze jouw bikini daarna aan? Ja, ja. De dag daarna, toen ik naar mijn nicht ging en hun ging naar de beachclub. Mm-hmm. Kijk, een verhaal terug, zie ik dat mijn bikini is aangetrokken. En dat weet Atje niet, want ik heb dat niet tegen Atje gezegd, want ik ben niet zo'n persoon. Je weet toch? Maar dat is wel gebeurd. En het is mijn bikini. En ze heeft een gezeik gemaakt om zogenaamd dat het zo. Welke bikini was het precies? Ja, welke bikini was dit precies? Alle leugens uit de wereld. Als het was die bruine, die is aan het die burgersoort. Mohim, het zit haar zogenaamd dwars, toch dat ik aan haar spullen zit? Het gaat toch om die slipper dat ze heel deze drama heeft gemaakt? Om even eerlijk te zijn. Het gaat toch om die slipper? Waarom zit je letterlijk mij uit te dagen om mijn bikini nog de volgende dag aan te doen? Maar zie je wat ik bedoel, Zahar? Dat zijn die vriendinnen die jou voor schut willen zetten bij gasten. Want als je echt niet elkaar spullen wilt, je wist dat al in Nederland. Je weet al hoe ze je spullen gebruiken. Ja, maar dat is toch een wijze les voor Armani. Ja, wat ja, kan ik ervan zeggen? Ik daarom probeer... En dat had ik net ook al in die lijf gezegd. Geef mij dit moment, ik ga je nu uitleggen waarom. Toen zij tegen mij schreeuwde, en zij tegen mij egoïst... En daarna die tori gooide van die slipper. Kijk, toen ze tegen mij zei egoïst, toen zat ik echt in shock van... Ik zeg, hoe bedoel je egoïst? Ik ben letterlijk die persoon die jou verdedigt in de lijf. En haar naam vies maakt voor jou. Om te verdedigen. En mag ik wat vragen? Armani, mag ik wat vragen? Ja, dat dacht ik aan. Wat? Armani, klopt het dat Mashiri bij jou woonde? Wacht, ik ga hier daarna op terugkomen. Laat me even op jouw vraag antwoorden. Mooi. Daarna wat er was gebeurd. Toen zij tegen mij schreeuwde en dat over die slippers. Toen dacht ik, wow. Ik deed die slippers uit. Ik was stil. Ik liep weg naar de woonkamer. Ik heb mij letterlijk teruggetrokken uit respect naar haar toe. Ik wou het niet groter maken dan dat het is. Zodat zij het makkelijker vindt om terug te komen naar mij om sorry te zeggen. Is dat gebeurd daarna? Nee. 24 uur daarna. Niet. Ze gaat naar de beachclub. Laat mij niks weten. Probeer met Atje te praten. Niks. Ik voel mij letterlijk buitengesloten. Salve, toen... Op dat moment, voordat ik de live startte, de nacht ervoor, zat ik letterlijk te huilen. Had ik gewoon een Barco bericht gestuurd van, hey, wil je alsjeblieft mijn ticket terugboeken? Want ik voel mij hier niet meer veilig. Er hangt een nare sfeer. En ik had echt, ik dacht echt dat ik gek was dat het aan mij lag. Want de hele tijd doen ze alsof het aan mij lag en dat alsof ik gek ben. Terwijl ik letterlijk met mijn moeder belde, ik zei, hey, vind je dit normaal?
Nee, klopt. Zeg tegen Barco dat je ticket moet boeken. Kom gewoon terug, er is niks aan de hand. Safi, toen had ik dat tegen Barco gezegd, zeg maar, oké, is goed, wordt morgen geregeld. Bladibladibladibladibla. Safi, toen ik live ging, was het gewoon meer een soort van afleiding voor mijzelf. Omdat ik gewoon een beetje uit die vibe wou komen de volgende ochtend. Maar mijn intentie was nooit om live te gaan en om erover te praten. Als jullie mij niet geloven, kan ik daar ook gewoon... eigenlijk nog. Ja. Heb jij die oude blus? Of die zit nog in die huis. Adje wou dat laten zien. Die zit nog in die huis. What the fuck? Kijk. Die moest je eigenlijk meenemen, Armani. Je hebt daar gewoon recht op die oude blus. Ja. Die oude blus. Die... Nee, weet je, het maakt mij niet uit. Weet je, die blus mag ze hebben. Het gaat echt niet om die blus. Het maakt niet uit. Kijk, als materialistische dingen en zoals we dat allemaal erbij gaan halen, dan zijn we morgen nog steeds niet klaar. Maar eerlijk, bro, dat is wel raar. Want als je blus zo erg, als je zo slordig mee om was gaan en je zegt die blus gewoon niet meer te gebruiken, waarom heb je nog in je huis? Ik had al langer weggegooid. Ja. Snap je? Dus je wilt eigenlijk gewoon plussen. Je wilt die hoornblus plussen. Ik zou de helft van die geld terugvragen, ik zeg je eerlijk. Ja, mohim. Kijk, ik had mij teruggetrokken bij de ruzie. Wat niet iedereen zou doen. Wat iedereen zou reageren op emotie. Maar omdat ik respect voor haar had, had ik mij teruggetrokken. Ik dacht, weet je, ik ben groter dan dit. Laat ik dit gewoon zo oplossen. Safi, daarna loopt ze nog heel arrogant weg. Och, ik ga wel alvast naar de auto, want mijn slippers liggen in de auto. Ik dacht, oké, ze gaat nog door. Ik weet haar niet. Safi, daarna had ik een gesprek met Adje, klopt. Adje had ook een schouder aangeboden waar ik op had gehuild op dat moment. Klopt. Hij had mij toen echt wel... Een schoudertje van hem, zo schattig. Ja. Later. Hij had mij echt getroost, hij was er voor mij. Hij zei zelfs tegen mij, luister, als je wilt dat ik blijf en dat hun gaan, geen probleem. Kun je Ines naar boven zetten? Nee, wacht even, niemand, even zo. Toen zei ik tegen hem, oh die artsje, weet je, het maakt niet uit. Kijk, het liefst ben ik nu ook niet alleen, maar ik dacht in mijn hoofd van, weet je, ik ga het niet groter maken dan dat het is. Laat me niet die, als die concurrentie een rol speelt, laat me niet die concurrentie nog groter maken. Laat hem gewoon naar beneden gaan, kan zij ook niks zeggen. Terwijl ik ook gewoon, als ik een bitch was en mijn intentie slecht was, kon ik ook gewoon zeggen tegen artsje, weet je, blijf lekker met mij, laat hun lekker gaan. Maar dat had ik niet gedaan. Ondanks dat ze me vies had gedaan, had ik haar alsnog gewoon gerespecteerd. En zei ik tegen artsje, weet je, ga, maakt niet uit. Voilà. Daarna ging ik in gesprek met mijn moeder, ging ik afkoelen. Toen dacht ik, weet je, laat me het gewoon nog een kans geven. Ik ga gewoon een Barco berichten van waar ze zijn. Misschien kan ik nog mee met golven. Weet je, weer neem ik de initiatief. Oké, ik ging mee met golven, dit, dat. Je ziet gewoon duidelijk aan haar, het boeit haar niet. Je ziet dat de vibe die ik kreeg, was gewoon expres hardop praten, expres grapjes maken, expres lachen. Expres dit, dat was zo van, het boeit mij niet. Zo van, lekker. Dat is de vibe die ik kreeg. En geloof me, ik krijg echt niet zomaar zo'n vibe. Maar daarom zeg ik, vind je niet dat die gebeuren tussen jou en Martini de vorige keer? Die geluid, Mazar. Dat die ruzie tussen jou en Adje groter is geworden. Snap je? Omdat iedereen heeft zijn eigen perspectief. Iedereen zit met zijn gevoelens. Jij denkt dat... Weet je toch... Ik vind persoonlijk dat zij er zelfs gebruik van heeft gemaakt. Dat het groter wordt tussen mij en Adje. Zodat ik vertrek. Snap je? Dat is waar het op een gegeven moment om gaat. Want laten we even eerlijk zeggen... geen ene meisje wilt, als weet ik veel, ik weet niet of dat speelt. Hè. Ik kan daar niks over oordelen, maar als bijvoorbeeld Macheri Adje mogelijk leuk vindt, of hem een leuk jongen vindt, dit, dat, dan voelt een meisje al snel concurrentie als er een ander meisje in het huis zit of iets. Ook al is mijn intentie nooit geweest om Adje af te pakken of om close te zijn met Adje. Ik liet hen altijd gewoon hun ding doen. Dat is wat ik dacht op dat moment. Wat is die ding precies, Armani? Gaat ons niks aan. Dat weet ik zelf ook niet. Ik zeg je heel eerlijk. En ik betrek me daar ook niet bij. Maar laat haar gewoon erbuiten houden. Want anders heeft zij dat weer gezegd. Ja, okay. Dat weet ik niet. Weet ik niet. Ik heb daar echt ook gewoon onduidelijkheid over. Safi? Dus toen... Want op dat moment dat er die ruzie kwam over die slipper... Kijk, je ziet iedereen tegen mij. Zit ik fout? Ik als vriendin zei, ze zou alsnog aan jouw kant staan. Want kan niet. Dat wij met z'n drieën, je weet toch, tegen jou zijn. Plus nog twee jongens en één meisje ook tegen jou. En je bent als enige meisje. Snap je? Zo zou ik handelen. En zou ik dan in privé zeggen van... Weet je, kijk, misschien denk ik toch anders over de situatie. We konden het zo en zo en zo en zo aanpakken. Maar dat heeft zij niet gedaan. Safi, toen... waar was ik bij toen? Waar was ik? zat je al kan niet... Over die live. Ja. Ik werd pas gehoord nadat ik live ben gegaan over de situatie. Terwijl mijn intentie nooit was om live te gaan en om over haar te praten, zeg maar. Om live te gaan is precies specifiek om over haar te praten. In het begin zie je mij ook letterlijk twijfelen van, ik wil dit echt niet zeggen, ik wil dit niet. Maar je ziet gewoon aan mij, ik wil gewoon mijn hart luchten.
Ik weet niet Ze is wat ik moet doen. alleen Ik krijg stress. achtergelaten. Ja, ik Yes. krijg stress. Ik overweldigd door emoties.